father says there never was a Holocaust. That it was all a bunch of lies. Vanavond, the film Never Forget. I can't believe this, Mel. These people are neo-Nazis. Yes, that's exactly right. And that's why I cannot let them get away with it. Going into the Nazi hunting business, huh, Dad? But why give them the attention? This is the Simon Wiesenthal Center. You're the people who hunt Nazis all over the world. So even you are going to tell me I should turn my back on these guys? De rechtsstrijd van Mel Marmorstein, alias Leonard Nimoy, in naam van de slachtoffers van de Holocaust, in Never Forget. Vanavond op TV2. Hey, wanneer gaat de put toe? Voor uw gemoedsrust neem aan dat hem open blijft. Creperen, daar gaat het over. Rick, als je wilt staken, staak dan. Je kunt ons niet laten stikken, Marcel. Geen sluiting! Geen sluiting! Jij wilde ons opofferen, Marcel. Boven kunnen we klappen. Ach, hij heeft ons al verkocht. Zit dat af! Het is alles of niks. We moeten goed aan één hangen, kameraden. Als ze iemand willen afdanken, dan allemaal tegelijk. Niemand gaat naar boven. De Put, zondag om 10:30 op TV1. Jan van Rompuy zei het daarnet al, Mark Uiterhoeven en de ploeg van onvoorziene omstandigheden zorgt wellicht over een half uur voor pret en verzet. Eerst moet het nieuwe IQ-duo het opnemen tegen geroutineerde spelers, want Chorard en Luc zijn er al voor de 9e keer. Dat de beste mogen winnen. De grijze hersencellen worden weer getraind onder leiding van Herman van Mollen.